In zijn eerste termijn als trainer van IJsselmeervogels werd Willem Luishuis in 2006 landskampioen met de Rooien. Hij, Jeroen Rijsdijk, de trainer van Excelsior Maassluis, kreeg toen de schaal. Want hij was aanvoerder van IJsselmeervogels. Nu spelen de mannen tegen elkaar. En is IJsselmeervogels de eerste ploeg die de aanval zoekt. Via Oktay Öztürk. Excelsior verdedigt uit, maar krijgt de bal niet lekker weg. Akla is dit. Justiana. En dit is Fraai van Kortin. Die zet Olijveld vrij voor de keeper. En zoveel kansen, zoveel goede kansen krijg je niet tegen Excelsior Maassluis. Deze had Olijveld moeten maken. Excelsior Maassluis na Katwijk de minst gepasseerde ploeg van de tweede divisie. Maar de ploeg scoort ook minder. AFC is de enige die minder doelpunten maakte. Dit is Moreno. Van den Ende. En de kopkans voor Walter Bennett. De eerste kans voor Excelsior Maassluis. En dat had ook wel een doelpunt mogen zijn. Kruithof. Vink. Vindt Bennett. En zo zoekt Excelsior Maassluis maar weer de aanval. Dit is aardige voetbal van Kruithof. Bennett en de ingreep van Leijenhorst. Levert de hoekschop op voor Excelsior Maassluis. Die hoekschop die komt van Kruithof. Wordt doorgekopt door Vink en daar moet Redert toch echt wel de 1-0 maken. Kevin Vink, boomlang, kop door. Dat is een gevaarlijk wapen, Niels Redert. Met de opgelegde kans voor Excelsior. Goeie ingreep van Korti. Moro. Soufiane Moro en problemen voor doelman van Leeuwen. Maar Excelsior Maassluis komt goed weg naar de knal van deze Moro. Bij IJsselmeervogels overigens geen Barry Powell in de basis. Geblesseerd. Daarom Moro en Akla erin. En opnieuw een aanval van IJsselmeervogels. Akla van Leeuwen en Öztürk. En die ziet zijn schot dan geblokt door een verdediger van Excelsior, dus Kruithof. Het wordt niet meer dan een hoekschop die niets op zou leveren. En zo zijn de ploegen in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Is IJsselmeervogels het meest aan de bal? Zijn de grootste kansen voor Excelsior Maassluis van den Berg? Ziet zijn schot geblokt door Korti. Weer een hoekschop voor Excelsior Maassluis. Weer Kruithof die hem neemt. En de kopbal van Redert. De redding is van Schaap. Maar er is al gefloten voor een duw van Moreno. En zo is de ruststand op de Westmaat 0-0. Overlegt Leushart nog even met Bosgaard. Hoe gaan we dat doen in de tweede helft? Nou, in ieder geval van links naar rechts nu voor IJsselmeervogels. Almeida al voor rust ingevallen bij Excelsior voor Bennett. In duel met Korti. Van den Berg. En Almeida, de sliding van Korti. En Schaap kan de hoekschop niet voorkomen. In dat opzicht een ruime voorsprong voor Excelsior. De kopbal van Smit gaat recht op Schaap. Daan Smit, de centrumverdediger. Olijveld. Christiana. Naarmate de tweede helft vordert, wordt IJsselmeervogels sterker. En komt Excelsior er nauwelijks nog uit. Dit is een aardige poging van Akla. Maar het blijft 0-0. En de tijd wordt tegenstander van IJsselmeervogels. Want het zal niet de eerste keer zijn in dit soort wedstrijden. Dat de ploeg die aanvalt het lid op de neus krijgt. Hey, is dit een overtreding van den Ende op Öztürk? IJsselmeervogels vindt van wel. Öztürk in ieder geval. En Nijmi haalt ook even verhaal bij Sander de Brito Rocke, de uitstekende scheidsrechter uit Capelle aan de IJssel. Maar ik denk dat hij hier wel een strafschop had moeten geven aan Oktay Öztürk. Hij doet het niet, hij had ook geen herhaling. Van den Berg, dat is een aardige poging. Van Vincent van den Berg, de topscorer van Excelsior Maassluis, vindt doelman Schaap op zijn weg. Justiana gooit ver, doorkoppen is van Akla. Ringeling krijgt hem niet lekker weg en dan Öztürk en de hand van Leeuwen, die de openingstreffer van IJsselmeervogels voorkomt.
geven. Ja, zal het dan zo'n wedstrijd worden waarin je de hele wedstrijd aanvalt en in de slotfase nog wat wit op de neus krijgt? Buitenhuis en opnieuw Van Leeuwen. Goeie kopbal van Jeffrey Buitenhuis. Maar niet goed genoeg. En voor wie een driepunter wil, begint de tijd te dringen. 12 minuten nog als Corti naar voren speelt. Justiana. Van den Ende krijgt de bal tegen de hand. En dan besluit de Brito Rocke, als Van der Laar niet aan de bal kan komen, om daar een vrije schop voor te geven aan IJsselmeervogels. Van Leeuwen zet de muur. Osturk achter de bal. Oktay Osturk en de vingertoppen van Van Leeuwen en de paal. En zo is IJsselmeervogels opnieuw dicht bij de openingstreffer. Maar hij valt maar niet. Bal naar voren geroeid. Die wil de verdediging van Excelsior laten lopen. Akla gelooft erin. Van Leeuwen werkt hem weg met het hoofd. En dus de ingooi van IJsselmeervogels. Akla. Chiazor. Dylan Chiazor. Oh, wat een mooi doelpunt van die invaller van IJsselmeervogels. Dylan Chiazor. Hij hield voor de winterstop en ook daarna nog lange tijd Barry Powell uit de basis. De laatste weken ging het allemaal wat minder, drukte op school. En dit is een fantastisch herstel. IJsselmeervogels op 1-0. En dan verwacht je een wanhoopsoffensief van Excelsior, maar het houdt ook open huis. Carmelia. Shannon Carmelia. Osturk, waarom niet met links uitgehaald? Nu wordt zijn schotje met rechts gekraakt. Zij vieren het feestje alvast. Want zien Excelsior volgens nog niet meer voor de goal komen van IJsselmeervogels. En hier is het geen 2-0. Akla scoort wel. Hij snapt het niet. Hij kijkt naar de grensrechter. Maar die corner, zo wordt aangegeven door de arbitrage, is over de achterlijn geweest. En dus wordt de goal van Akla afgekeurd. Van der Laar. Justiana. En Chiazor. Met Gosepa. En Chiazor is sterk. Dylan Chiazor voor zijn tweede. Maar die tweede die valt niet. En zo blijft het slechts 1-0. En mag Excelsior nog altijd hopen op een overigens totaal onverdiend punt. Akla. Nou, wordt dat dan de 2-0? De 2-0 die IJsselmeervogels toekomt. Maar het is weer kansen verprutst. In deze wedstrijd is het niet erg. Vooralsnog. Maar dat kan je natuurlijk in andere wedstrijden lelijk opbreken. Dat gebrek aan schotkracht dat IJsselmeervogels tentoonspreidt tegen Excelsior Maassluis. Of komt die 2-0 hier nog? Van der Laar, Osturk en de bal recht op Van Leeuwen. Het is de laatste actie van de wedstrijd. IJsselmeervogels wint. Dik, dik en dik verdiend. Met maar 1-0 van Excelsior Maassluis. Rijsdijk feliciteert de assistent van IJsselmeervogels, Bosgaard. En de supporters en de spelers van IJsselmeervogels vieren de eerste zegen van 2018.